Hoi, wij zijn Rosa en Rosa en wij zijn jullie reporters voor vandaag. We staan nu voor de muziekgieterij in Maastricht, waar vandaag van alles te doen is voor jongeren. We zullen jullie vandaag meenemen naar alle activiteiten en workshops die er vandaag te beleven zijn in de muziekgieterij. En natuurlijk naar het Festival Jongfeest. We beginnen vandaag de dag met een workshop Song Studio. Onder professionele begeleiding gaan een aantal deelnemers een echte song plus videoclip opnemen. We gaan even een kijkje nemen. You're so incredible. Wat zijn jullie vandaag aan het doen? We zijn vandaag een rap aan het schrijven. We zijn een gezongen refrein zijn we aan het verzinnen. Straks gaan we dat opnemen. Je hebt een vergelijkbare workshop gedaan bij het Keerpunt. Hoe was dat? Dat was omdat die kinderen die zitten daar opgesloten. Die kunnen als het 5 uur is, kunnen die niet naar huis. Die blijven daar. En dat was wel heel bijzonder om met hun te werken. Heb je al vaker iets met muziek gedaan? Nou, niet zoiets als dit, maar ik speel wel zelf piano en ik zing. Dus, En jij? Ja, ik heb wel een keer deze workshop gedaan, vorig jaar. En ik speel gitaar en ik zing erbij. Jullie hebben net een dansperformance gegeven. Kunnen jullie je even voorstellen? Ik ben Julie. Manouk. Bram. Het zag er allemaal heel cool uit. En kunnen jullie wat meer vertellen over hoe jullie hiertoe gekomen zijn? Nou, wij deden mee aan een project Urban Moves vanuit de Nederlandse Dansdagen georganiseerd. En daar hebben wij geleerd hoe wij choreografieën moeten maken, onder leiding van Alida Dors. En we zijn ook gevraagd door Festival Jong om daar iets mee te gaan doen. Er werd zometeen een videoclip opgenomen en kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Ze zijn op dit moment bezig in de songstudio om daar een song op te nemen. En wij gaan het met die videoclip meedansen en dan ook proberen hun thema, hun verhaal uit te beelden met dans. Er is zoveel te doen in de muziekgieterij dat wij natuurlijk wel graag willen weten wie dat allemaal mogelijk maakt. Naast mij staat Maartje van de muziekgieterij. En Maartje, wat is er allemaal te doen vandaag in de muziekgieterij? Nou, vandaag zijn er een hele hoop leuke activiteiten te doen, zoals workshops, songstudio en Urban Moves. Van de Nederlandse Dansdagen komt een fantastische dansworkshop geven. Verder hebben we ook de foto- en de videopresentatie van de jongeren van Icarus en Keerpunt. Die doen ook hun verhaal, maar niet live via foto en film. Vandaag is het natuurlijk hartstikke leuk, maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat je kan doen en laten wat je wil. Daarom wordt er vandaag de hele dag door een documentaire vertoond over jongeren en het Keerpunt. Het is niet leuk om hier te zijn. Met hekken om je heen is het leven niet zo fijn. Kon ik maar bij de mensen zijn van wie ik hou. Zogenaamde matties, ze vergeten je gauw. Maar als je weer vrijkomt, plakken ze bij jou. Daarom zeg ik tegen jou, kijk uit wie je vertrouwt. Het was een hele leuke dag vol workshops en films. En nu wordt het tijd om echt te gaan feesten. Ja, met onder andere Simon Kipski, Nobody Beats the Drums en de Beats Bastards. Dit was het Festival Jong Journaal vanuit de muziekgieterij in Maastricht. Tot jong! Sorry, ik was vergeten. Meer in Genoud. Festival Jong. In de herfstvakantie.